Die politie kan echt, en meen ik moet dit niet op camera zeggen, maar die kunnen echt in de stront zakken als ze dit verzieken voor de supporters. Nieuws. De klassieker gaat niet door. Feyenoord was er klaar voor. Ajax had nog wat recht te zetten, maar de politie die had helaas andere plannen. Zij willen namelijk 3 jaar eerder stoppen met werken. Dieke, de klassieke gaat niet door. Waarom is dit zo gelopen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom iets gelopen is. Het begint natuurlijk bij het feit dat we gewoon onze politie knetterhard nodig hebben om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden. Maarten, zondag gaat de politie schitteren in afwezigheid. Waarom? Ja, het is jammer dat het moet, maar we voeren al maanden actie voor een goede vroegpensioenregeling voor politiemensen. De onderhandelingen zijn stuk gelopen en ja, de acties hebben niet geholpen, dus we moeten nu hardere acties voeren. Is het überhaupt wel nodig dat de politie komt? Nou, je weet dat het hier helaas chaos wordt. Kijk, en je moet ook begrijpen, voor die jongens is het een uitlaatklep. Ja. Maar ja, als ze dan drugs, drank... Ja, in de uitlaatklep met een baksteen naar de bus gooien. En je kan ook gewoon even gaan sporten. Dat keur ik niet goed, hè. Ik heb hier ook gelopen in het verleden. Dan waren de bakstenen, die vlogen langs kinderwagens, langs moeders, jonge kinderen. Keur ik niet goed. Nee. Als ze het in een hoekje doen en ze slaan elkaar in elkaar, vind ik het perfect. Ja. Kan er echt niet even 1 keer een baksteentje niet worden gegooid? Denk het niet, helaas. Ik weet het niet. Kijk, als een burgemeester heb je de openbare orde en veiligheid te bewaren en te bewaken. En we hebben ook gezien dat het in het verleden niet goed is gegaan. Dus ja, je wil niet het risico lopen dat als de politie er niet is, dat het uit de hand loopt. Kijk, als jij vindt dat je een potje moet knokken, doe dat lekker ergens anders. Hier kom je kijken naar een wedstrijd en je club aanmoedigen. Dat is waar het om moet gaan. Nou ja, dit is niet de eerste wedstrijd waarbij de politie niet aanwezig zal zijn. Tot nu toe is eigenlijk alles goed gegaan. Is er wel zoveel politieinzet nodig überhaupt? Of er zoveel politieinzet nodig is, dat is een vraag die wij als politievakbonden al veel vaker hebben gesteld. Ik denk dat het een bijvangst is dat we nu zien dat deze wedstrijden ook zonder politiemensen kunnen. Kan Ajax hier met de bus veilig aankomen zonder politie? Ik denk van niet. Die haat is vanuit Rotterdam zo groot, ik denk niet dat dat kan. Wat gaat er gebeuren dan? Dan worden ze bekogeld, je hebt zelfs kans dat ze omzingeld worden, je hebt kans dat de bus gewoon gekanteld wordt. Maar je weet nooit wat de jeugd gaat doen als ze onder alcohol, onder coke, onder wiet, onder dit. Je weet nooit wat ze gaan doen. Het gaat allemaal rond, zondags. Sowieso. Al die gasten houden ervan. Mark, de klassieker gaat niet door in verband met een staking. Wat vind je daarvan? Dat is echt kut. Wat vind je ervan dat de politie zo'n actie gebruikt waarbij half Nederland wordt geraakt? Ja, waarom pakken ze dan die Prinsjesdag? Joh, laat ze dit nou niet verzieken, man. Die politie kan echt, en meen ik moet dit niet op camera zeggen, maar die kunnen echt in de stront zakken. Dus gewoon politie, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Als wij onze werk niet goed doen, worden we ontslagen. Dus als hun hier nu werk gaan weigeren, de zak. Weg. Heel makkelijk. Wat is er nou mooier dan die ene wedstrijd in het prachtige stadion? Waarin strijd en rivaliteit rook doet opstijgen tot aan de hemel, kijken zij naar beneden. Op dat veld waar alles is en zal blijven, is geen politie nodig. Enkel een bal en 22 man. Die strijden voor eer en glorie in Rotterdam. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou, dan kan dat. Abonneer, volg ons op TikTok en Instagram voor meer.